Schuilplaats nu zelf dakloos. Werfpark krijgt grote opknapbeurt. En huishoudelijke hulp voor ouderen wordt versoberd. Welkom bij het Unity TV nieuws van woensdag 3 september. Op zondag 7 september vindt voor de 39ste keer de vlietloop plaats. De deelnemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden zoals 5 en 10 kilometer en 10 Engelse mijl. Maar welke afstand je ook kiest, de loop voert je altijd langs de mooiste plekken in en rond Voorschoten. En als je je laat sponsoren door vrienden en familie, steun je op je sportschoenen ook nog mooi de stichting MS Research. Inschrijven kan tot 29 augustus. Het Van de Werfpark wordt opgeknapt. In ieder geval wordt het asfalt van de paden vernieuwd en over verdere renovatie wordt nog gesproken in de Leidse Raad. Het geld kan vrijgemaakt worden door een herschikking van het budget binnen het betreffende meerjaren investeringsplan. We merken dat het echt nodig heeft om een facelift te krijgen. We hadden dat eigenlijk niet voorzien, maar we wisten al een tijd dat er wat aan moest gebeuren. Maar omdat we nou een mooie meevaller hebben bij een van de andere parken waar de uitgaven gewoon minder hoog zijn dan we eigenlijk gedacht hadden, hevelen we dat geld over en dan krijgt het Van de Werfpark de opknapbeurt die het ook echt verdient. Want het is een belangrijk park in de stad waar veel mensen naartoe gaan, waar veel mensen plezier van hebben. En dat betekent dat we dat weer in volle glorie laten herstellen. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar vanaf nu is dakloze opvang De Schuilplaats zelf dakloos. Het pand aan de Breestraat wordt afgebroken. 10 jaar lang konden dak- en thuislozen in De Schuilplaats 2 keer per week eten, medische zorg krijgen, tweedehands kleding uitkiezen en zelfs hun haar laten knippen. De CDA-fractie heeft de Leidse Raad gevraagd om toch nog eens goed te zoeken naar een betaalbaar pand voor De Schuilplaats. Elke eerste woensdag van de maand kunnen kinderen in zwembad De Does in Leiderdorp terecht voor het voorleesuurtje. Voorlezen, of liever gezegd voorgelezen worden, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor de taalkennis en het leren van een goede zinsopbouw, om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Het maandelijkse voorleesuurtje is gratis en begint om 1:15. Hulp bij het huishouden wordt per 1 januari versoberd. Leiden, Oesgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude gaan werken met het Leidse regiomodel. Hulpbehoevenden die minder dan 3 uur per week hulp bij het huishouden nodig hebben, worden met het Leidse regiomodel gestimuleerd om te kijken naar mogelijkheden om de hulp vanuit het eigen netwerk te organiseren. Iedereen heeft zo langzamerhand wel gehoord dat het Rijk daar een behoorlijke bezuiniging op heeft gelegd. Dat betekent dat wij als gemeente moeten nadenken over hoe we dat met minder geld toch goed kunnen regelen. En voor een deel van mensen zullen er gesprekken gevoerd worden of zij in hun netwerk iemand hebben die hun kan helpen bij het huishouden, zodat ze dat niet via een professionele organisatie nodig hebben. Voor cliënten die de hulp bij het huishouden niet vanuit het eigen netwerk kunnen organiseren, is er een aparte regeling. Natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen die hulp bij het huishouden nodig heeft en dat zelf niet kan regelen, dat we in gesprek gaan met mensen om te kijken hoe we dat er wel kunnen oplossen. En dat kan bijvoorbeeld doordat mensen toch van een professionele organisatie hulp bij het huishouden krijgen. Er is ook een aparte regeling voor cliënten die meer dan 3 uur per week huishoudelijke hulp nodig hebben. Ja, wat belangrijk is dat nu voor een groot deel mensen gebruik maken van de mogelijkheid voor hulp bij het huishouden die 3 uur per week of meer nodig hebben. Dus die veel intensievere hulp nodig hebben, bijvoorbeeld chronisch zieken en gehandicapten. Maar er zit ook een deel van de mensen bij die het gewoon niet meer goed voor elkaar krijgen om in huis te doen wat er moet gebeuren. En die kunnen ook daar extra ondersteuning voor krijgen, bijvoorbeeld dementerende ouderen. En die willen wij sowieso hulp bij het huishouden blijven bieden met een maatwerkvoorziening. De versobering van hulp bij het huishouden is een gevolg van rijksbezuinigingen met betrekking tot de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Stichting 55PLUS Leiden begrijpt dat de bezuiniging nodig is, maar heeft nog wel een aantal kritiekpunten. In de eerste plaats, het zal door vrijwilligers gebeuren, dus daarmee is ook de continuïteit van de dienstverlening niet verzekerd. Er moet altijd gevraagd worden, wil je dat doen? En het tweede is de deskundigheid. De hulp in de huishoudingen van de thuisorganisaties, die hadden hun cliënten goed in de snotje.
En die hadden ook een signaleringsfunctie. Hoe gaat het met die mevrouw? Is er wat met haar aan de hand? En dat dreigt ook te verdwijnen. Dat vind ik twee nadelen. Maar wethouder Van Gelderen benadrukt dat iedereen de hulp gaat krijgen die nodig is. Dat is de essentie. Dat is voor mij ook als wethouder belangrijk. En met name natuurlijk die mensen die dat niet op een andere manier of zelf kunnen organiseren. En mensen die, die in een kwetsbare positie zitten. Of die op andere manieren al problemen hebben in het leven. Nou, daar moet je dit soort zaken niet extra moeilijk voor maken. Leiderdorp, Oesgeest en Zoeterwoude hebben al ingestemd met het Leidse regiomodel. Over de versobering van de hulp bij het huishouden moet in de Leidse Raad nog gestemd worden. En dan nog het weer. Vandaag was een heldere dag met volop zon, een licht briesje en een temperatuur zo rond de 22 graden. Een fantastische dag om even lekker te nazomeren, zoals te zien is op deze foto van Noortje Verhoef uit Oegsgeest. Vanavond wordt het licht bewolkt en dan daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen blijft het droog en laat de zon zich weer volop zien. En bij zo'n 23 graden is het goed toeven in de Leidse regio. Maar vanaf vrijdag is het weer uit met de pret, want dan trekt de bewolking over. En die blijft het komend weekend hangen, maar laat wel een beetje ruimte voor wat zonneschijn. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Donderdagmiddag om 5 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.